Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes liggen lekker te spelen in de box, zoals meestal 's morgens. En de hond die had het ijs en ijskoud. Die zat allemaal maar te rillen dat ze het koud had. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ze onder een dekentje gelegd. Nu heeft ze het weer al warmer. Een vrouwtje onder een dekentje doen. Nee. Ik ben ze ook gelijk aan het afleren dat ze er niet in mag bijten. Dus daar ben ik ook gelijk de tijd aan doen. Ze mag onder een dekentje liggen, maar ze hoeft er niet aan te gaan zitten knabbelen. Nou, zo ligt ze dus al eventjes. Ze zat bovenop me te rillen. Gaar. Ons joefke heeft het inmiddels alweer wat warmer, hè jongens. Die is weer lekker aan het spelen. En ik ben nu aangeland bij het fruithapje. Ze krijgen ik heb 2 peren en een kiwi gebruikt. En dan naast natuurlijk wat erin hoort te zitten. Waar ik het eens even over wil hebben. Ik ben gisteren achter iets gekomen en ik heb het aan Niels ook laten zien. En met Niels over gehad. Mama zal iets schuin zetten voor jou hier. En het is namelijk zo, dat zie je dus in de vorige vlog ook. Toen had ik op een gegeven moment 's morgens had ik een momentje met Jordi. En toen reageerde hij precies op mijn vragen met ja. Maar Jordi zegt geen ja, nee, hij zegt Dus ik wou eens even kijken of dat hij dat nu weer doet. Jordi, je mond is open. Is lekker Jordi. Hey Jordi. Jordi. Is fruitje lekker? Wil je nog een hapje? Daar hebben we hem. Daar zijn we achter gekomen. Jordi zegt niet ja. En die zegt als je ja wil. Kindjes zijn ondertussen naar bed gegaan. Jordi slaapt nog. Sst. Maar hier is alweer iemand wakker. Ik hoor dat Jordi ook wakker is. Je grote broer is ook wakker, die zeurt ook. Ja. Hij lacht, Becky. Ja. Ik ga maar schouw de kindjes eruit halen. En hier is het andere serpietje. Hallo. Ja, wat is er? Hallo. Ja, vertel. Waar heb je over gedroomd? Waar heb je over gedroomd? Ik ga ondertussen dit aan doen. Vindt die lekker? Waar heb jij over gedroomd? Ik ga hem ook heel eventjes naar beneden brengen. Geluidje doen. Alhoewel is dat nog bij hem niet echt nodig. Want ik heb 1,5 uur geleden nog zijn luier gedaan. Want hij had gepoept. Want hij poepert. En dan gaan ze mee leven spelen en dan ga ik even wachten op picknick. Thank you.
Hehehe. Ja. Echt waar? Ja. Jordi, wat ga je doen? Ben je klaar met drinken, schat? Ta, ta, ta. Joef. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Een hele goede morgen. Zo dadelijk hebben we fysiotherapie. Ik denk dat dat gewoon binnen gebeurt, want het regent. Ik moet daarna fruitje geven en om 10:50 moet ik bij de GGD staan voor mijn 22 weken prik voor de kinkhoest. En dan moet ik met kindjes eventjes heen. Maar ik heb wel vandaag zo'n dag dat ik echt zo ben ik opgestaan, dus ik denk dat dat de hele dag zo gaat blijven. Dus Jordi en Liam zijn op zich best vrolijk en die ga ik nou ook even aankleden, zodat we op tijd klaar zijn wanneer de fysiotherapeut hier komt. Wij zijn heel even onderweg voor de 20 weken prik voor mij. En even medicijntjes halen voor deze mooie man. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb die prik gehaald. En ik heb altijd na prikken, heb ik altijd een adrenaline stoot, waar ik heel misselijk van word. En dus, maar ik wil wel even nog iets laten zien, iets heel schattigs. Die jongen slaapt. Oh. Jordi is alweer aan het spelen. En ik ga heel eventjes Liam eruit halen. En als hij wakker wordt, flesje geven. Ik heb Liam omgekleed. Ik heb naar Niels moeten bellen, want ik werd helemaal licht in mijn hoofd. Dat komt gewoon omdat ik... Ja, in het verleden heb ik gewoon een trauma daaraan opgelopen. Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon zo. En ik moest even Niels bellen, want ik werd even niet goed. En ik stond met Liam in mijn armen. Dus ik moest even blijven praten. Maar nu zit ik dus. Ja. Oké, okay. Ik heb Liam in bed neergelegd. Jordi zit nog even in de box. Die ga ik zo dadelijk doen. Maar ik ben iets beter aan de betere hand nu. Dus ik kan beter uit mijn woorden komen, denk ik. Vroeger hebben ze als je in groep 4 krijg je zo'n BMR-spuit. En die hebben ze gezet, hebben ze bewogen en die naald is afgebroken. En wat er toen is gebeurd, is dat die naald in mijn arm is blijven zitten. Nou, toen hebben ze met 3 man, hebben ze die naald uit mijn arm met een tangetje gepakt weer. Maar dat is best wel pijnlijk, want hij schuurde precies langs het bot iedere keer en alles. En dat is mijn voornamelijke trauma wat ik heb aan spuiten en naalden, et cetera. Nou is het zo dat hij ook heel lief was, hoor. En ik vertelde dat ook aan hem. Dat ik dat probleem had. En toen zei hij ook van waar is dat dan gebeurd? Dus ik heb dat ook aangewezen van dat is op die plek gebeurd.
Toen zei hij van, dan spuit ik hem ook echt niet op die plek, zegt hij, want dan gaat het gewoon niet goed. Hij zegt, dan spuit ik hem echt gewoon in je vel. Dus ook niet bij het bot in de buurt. Dus dat heeft hij ook gewoon niet gedaan en dat is ook gewoon hartstikke goed. Maar toch krijg ik dan dit probleem. Daar blijft altijd een puntje. En het is niet zo dat ik daar in dagelijks leven allemaal last van heb of zo. Maar dit is gewoon, zeg maar, komt er dan zo'n spuit en ja, nou, dat soort dingen allemaal. Nou, dan heb ik daar last van. En ik denk ook helemaal niet daaraan of zo. Maar het is gewoon op het moment dat die spuit in mijn arm gaat, ja, dan ben ik gewoon lul. Zo is het gewoon. Dus ik moest Niels even opbellen, want ik was Liam aan het verschonen. Ik denk, nou, gaat wel goed. En toen kreeg ik hem in één keer. Dus, ja. Dan ben ik ook echt eventjes gewoon niet aanspreekbaar in de zin van. Dan ben ik ook gewoon aan het brabbelen. En Niels weet dat ook, gelukkig. Dus ik belde Niels op, zeg, blijf even aan de telefoon. Ik ben Liam aan het verschonen, dat gaat hem zo niet worden. Ik zeg, ik moet blijven praten. Dus ik ben ook blijven praten totdat ik zat en Liam de fles had. En toen heeft Liam lekker zijn flesje opgetutterd. En Niels die heeft op een gegeven moment opgehangen, want die zei ook van, het gaat nou goed. Dus, maar ja, in ieder geval, ja. Ik ben blij dat Jordi overal de lol van inziet in ieder geval. Die is helemaal in zijn nopjes. Ik weet ook niet waarom. Dus, maar ja, in ieder geval, ik zit nog heel eventjes. Ik ga wel proberen te filmen wat hij nou aan het doen is, want hij is helemaal in zijn nopjes. Liam die is inmiddels alweer wakker en Jordi die is nu ook wakker en die is mama aan het roepen. Goedemiddag. Een vlekstukkie. Hallo. Als jullie je eigen afvragen hoe dat het met mij gaat, ik heb een uurtje geslapen en gaat wel weer wat beter. Ik heb wel spierpijn in mijn arm, maar ja, die moet je gewoon bewegen natuurlijk. Dat is voor mij ook helemaal niet de issue geweest überhaupt. Het is echt gewoon die prik van de naald geweest. Maar ja, hè. Ik ga lekker even Jordi knuffelen. En uit bed halen. Ja. Oké. En toen? Gaan we even knuffelen? Gaan we even lekker knuffelen, schatje? Gaan we even knuffelen? Nee. Oké. Ik ga even knuffelen met deze lekkere stukkie. De kindjes hebben gedronken en alles. En nou heeft Jordi lekker chippies, hè? Wil je nog een chipje in je hand hebben? Wil je nog een chipje hebben? Zo, een lekker chips kouwen, hè? En dan geef ik hem één chipje in de ene hand en een ander chipje in de andere hand, als hij ze allebei op heeft. Moet je deze dadelijk in je mond stoppen, hè? Goed zo. En heb je hier nog wat? Ja, een kleine frummeltje. Dan denkt hij dat hij nog een heel staafje heeft, want hij krijgt van die nibbit chips. Dan heeft hij alleen nog maar dit. Mond open. Kijk. Doen we dat zo, hè? Doen we zo.
Dan heeft hij de eentje in de ene hand. En dan de andere hand. Vastpakken. Goed zo. En zo doet Jordi zijn chipjes eten. En ja, dan doet hij ook nog wel eens wat knoeien. Maar toch, hè. En Liam krijgt ook chippies. En dan doe ik eentje, deze doe ik in vieren breken. En dan doet hij ze zelf in zijn mondje. Mee in je mondje, schatje. Maar lekker opeten. Lekker eten, hè? Met zijn vingertje aanraken. Dat alles met zijn vingertje. Hè? Joef zit even in de bench, want die was weer de kindjes aan het koeieneren. Ja, Jordi, mama komt. Mama doet je een nieuwe geven. Doe maar in je mondje. Goed zo. Net op het moment dat mama wil helpen. Dat is lekker. Ja, Klein beginnen, hè? En Jantje? Goed zo. Ik heb niet de puf om eten te koken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb boerenkool uit de vriezer gehaald voor de kinderen. Ik zorg altijd dat ik eten heb in de vriezer voor de kinderen. Wat ik over heb, bijvoorbeeld boerenkool, dat doe ik dan in de vriezer. En dan maak ik voor Jordi een hapje, voor Liam een hapje. En Niels en ik eten frietjes vandaag. Dus ja, het is wel altijd te veel, hoor. Ja, mama heeft jullie eten al bijna warm, schatje. En volgens mij is Niels ook bijna thuis, denk ik. Dus ja. Ga ik even hiermee verder en zorgen dat de kindjes lekker kunnen gaan eten. Want ik heb 2 hongernekkies. Ja, dus waarom nu? Ik ben heel even met Jordi bezig geweest, want die wou niet slapen. Het had niks met buikpijn of zo te maken. Het was gewoon dat meneer eigenwijs was en niet wilde slapen. Dus, ja. En verder hebben we bankzaken en beleggingen gedaan. Dat heb ik nog even geëdit en opgeruimd. En voor de rest gaan wij zo naar bed. Dus wij gaan deze... Heb ze nou een afsluiten? Yes! Bedankt voor het kijken. En welterusten. Tot de volgende. Tot de volgende keer.